Met Johan van het feestje laatst. Ja, hoi, hoe gaat het ermee? Ja, ach nee, dat was niet zo, zo erg. Nee. Ik viel helemaal dik mee nog. Ja. Ja, dat vond ik ook wel, ja. Maar ja, goed. Maar zeg, wat ik waar ik voor belde, ik wil je eigenlijk vragen of je volgende week woensdag langskwam om te eten. Heb je daar zin in? Ja, ja. Nee, dat is alleen prima. Ja. Nou, om een uur of zes of zo. Of half zeven, dan goed, onze obsessietijd. Ja? Oké. Dan doen we dat. Zeg, tot dan, hè? Doe. Koude kranten? Nee. Dan roep al alsjeblieft op als je wilt. Hallo. Hoi. Deur stond open, dus ik denk gaan we naar boven. Goh, ik dacht dat je niet gek was. Er is namelijk een jongen die woont hier in de buurt en die was hier net al een deur voor oude kranten. Heel eng figuur, weet je wel. Ik schrik me dat van hem altijd. Dan gaan we weer naar binnen. Heb je de deur trouwens wel goed dicht gedaan? Mooie filmfoto's zit erbij, hè? Ja, hè? Nou, het kan nog wel mooier natuurlijk, maar... Zo aardig, dacht ik zo. Oh, je bent het in Rome. Ja, zie ik. Ja. Zullen we nog wel een keer heen willen? Italië. Ja. Ben je in Italië geweest dan? Nee. Nee? Nee, ik zou best wel willen. Nou, dat is Windham, ook een medestudent van het conservatorium, speelt gitaar. Heel goed contact mee. Ja, een mooi huis is dan. Ja. Bij jullie thuis? Ja, dat is van mijn ouders. Nee.
feestje. Dat is mijn moeder dus, hè. Kom ik zo na. Ik heb het een kaartje gezonden van gelukkig 80. Gewoon gezellig hier. Ja, joh. Heel groot. Jongste zusje, hè. Wat heb jij dat gedaan? Binnenkort nog een optreden? Of ja, iets te doen? Volgende week donderdag. Dat wordt wel leuk waarschijnlijk. Mooi. Nou, zullen we eens even kijken wat voor stukje we voor vandaag gaan doen. Zullen we deze riedel, die ging vorige keer niet zo goed, hè? Mm-hmm. Nog even dit ene stukje doen, ja, ja. Tot het eind. Dat kan niet wel. Ja. Hoe ging de fluitles, joh? Oh, leuk.
Ja, leuk mensen, hè? Die, ja. Ik heb trouwens een nieuwe vriendin opkomen. Ah. Ja, zou je willen kijken? Hoi. Ja, Karin heet. Nou, hij zult wel niet kennen, maar... Een heel aardig kind. Hoi, wat leuk. Leuke dag. Tot vandaag. Ja. Kom maar. Wacht even, dat is nu. Ja. Hoi. Top Brenner, van 1, 2, hop, hij heeft. Wij waren vaststaan, hop in de wam, dam, daar. Oh, één keer, ik geef je één keer een zoentje en dan nog één en dan nog één. Eindeloos door. Nee, we noemen geen namen. Hoi, ha, ja, dat is allemaal. Ik voel me wel veel beter dan 2 weken geleden. Fijn. Het gaat heel fijn tussen ons. Ja, prima. Heel fijn contact. Ja, een losse relatie is ideaal. Hoezo een losse relatie? Je ziet de verhouding met mij toch wel zitten? Ja, maar ik vind wel verhouding een beetje overdreven. Gewoon vinden we elkaar nu leuk en lief. Het gaat toch prima? Ja, juist daarom kunnen we toch een verhouding hebben. Ja, ja. Gewoon los. Trouwens wel lullig, vond je? Lullig? Ja. Dat was voor jou lullig. Neem me niet kwalijk. Nou. Ik treed maar één keer in de zoveel maanden treed ik op en dan kun je niet eens gewoon even naar me kijken. Nou, ik luister naar muziek. O ja, hoe kun je dan naar me luisteren als je zit te kletsen met iemand anders? Nou, dat gaat prima hoor. Ach, dat kan niet. Of je luistert naar de muziek of je kletst met iemand. Dat kan niet gecombineerd worden. Dat is belachelijk natuurlijk. Dat vind ik heel stom. Bent u jaloers? Ach, jaloers. Into my eyes and see all the lovely things.
Vrouwen spelen de hele tijd. Vooral jezelf inhouden, niks van jezelf laten zien. Doe dat maar, ga zo maar door, joh. Ja, kalm nou. Kalm? Ik heb helemaal geen reden om kalm te zijn. Ik ben woedend. Ja, het is midden in de nacht. Ja. Ik heb laatst nog wel een goede mop gehoord. Het is rood en het zit in een boom. Ja, wat? Een menstruaapje. Leuk hoor. Ja, je snapt het zeker wel. Wat? Nou. Ik zie onze vrouw niet meer zitten. Hoezo dan? En dat zeg je nu, terwijl we hier op het meer zitten. Waar je geen geschikte moment uit kunnen kiezen, zeg. Belachelijk. Uit, hoezo uit? Waar staat dat nou op? Hè? Toch te gek om los te lopen, zeg. Uit. Wat uit? Niks uit. Zullen we maar naar huis? Ja, natuurlijk gaan we naar huis. Zo snel mogelijk. Klerenlijf. Door en af toe. Ik vaar er werkelijk nergens op. Ja, ik weet niet stoer, maar je zit verkeerd op. Verkeerd om? Jij zit verkeerd om. Ik ga die robot nog niet eens in de goede positie, joh. Ik ga niet met mijn sollen.
Dan kan het niet, joh. Je kan niet het zorgzame moedertje van blijven spelen. Nee, maar hij gaat er wel helemaal onder door. Ik ga helemaal mis, voel ik. Hij was al zo labiel. Waarom ziet hij nou ook allerlei dingen die er niet zijn?
Hij ziet de gek overal opduiken op de vreemdste momenten. Nou, hij is zo lief, dat... Maar... Nee. Hij moet hulp hebben. Ja, hij moet naar een psychiater toe. Maar je moet jezelf helemaal niets verwijten. Jij kan hem toch niet helpen verder. Hij is gewoon te labiel op het moment. Wanneer is het dan uitgemaakt? Afgelopen vrijdag. Awake. En waarom dan? Ja, hey, jullie hadden een aantal zo'n vrije verhouding. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja. Vinnie. Wat verdomme. Wat doe je nou? Ik heb een spuiterij gehad onlangs. Spuiterij? Hoe doen ze staal later uit? Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik zag mezelf. Zomaar in één keer? Ja.
En dat is nou niet meer zo? Nee, dat is nou opgehouden. Nou, ik zal even kijken. Deze? Ja, de bovenste. Kan het dat, dat in de zomers, s'nachts of zo, de leidingen moeten vriezen? Zomers? Nee, dat kan nog niet. Zomers vriest het toch niet? Ja. Zorg me toch op, jij! Zorg me toch op! Klootzak, donder op, jij! Zijn jullie altijd zo gezellig met elkaar om? Die jongens zijn helemaal niet normaal. De kerel die jaagt me gewoon een stuip op het lijf. Wat doe ik hier? Ik ben net bij de loodgieter. De loodgieter is bij mij. Het ziet er slecht uit. Drink je nog steeds zoveel? Ah, mooi dan. Ben je wel bij je dochter? Johan, als ik dat zo allemaal hoor,
dan klinkt dat niet mis. Je zei je huisarts had je pillen gegeven voor je maagklachten. Ja, klopt. En helpen die? Ja, die helpen wel. Ja. Nou zul je waarschijnlijk zelf ook wel begrijpen dat je daarmee niet deze klachten blijvend kunt wegkrijgen. En daar zullen we andere dingen voor moeten doen, want die klachten liggen wel dieper. Ik denk dat het beter is als ik je laat opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, eigenlijk. Dat klinkt wel... Opnemen? Ja. Ik denk dat dat de enige manier is om jou op een goede manier van je klachten af te helpen. Maar kan ik daar wel fluit spelen dan? Jazeker wel. Ik zou niet weten wat daar tegen is. Er is hier in de buurt in ieder geval een goed psychiatrisch ziekenhuis waar ze voor jouw klachten naar mijn idee de juiste therapieën gebruiken. Ik zal, als je inderdaad wel vrijwillig wilt worden opgenomen, straks even telefonisch contact met ze opnemen om te informeren of er plaats is. Het is niet altijd zo meteen van de ene dag op de andere, maar binnen een paar weken is er toch wel plaats. Ik denk dat het wel het beste is. Goed, Johan. Dan hoor je er binnenkort wel van. Ik wens je het beste, Tietijn. Dag.